heb zelf ook 2 kinderen en ik kan het liefst, ja, zoals hier ook een paar de ouders zitten, zit ik het liefst met een kleedje eigenlijk buiten. Met wat toosjes en wat lekkernijen en de kinderen die dan lekker vrij als het ware aan het ravotten zijn. Dat is voor mij een heerlijk dagje. Aanstaande zaterdag, 30 mei, is het open bedrijvendag, Waterweg werkt. Ja. Doen er veel bedrijven mee dit jaar? Er doen ongeveer 30 bedrijven mee, waarvan ook zeker heel wat in Schiedam. Het is een varieerd aanbod van culturele instellingen tot en met meer techniek toeleveranciers of de maritieme sector. Denk bijvoorbeeld enerzijds aan Wartsila, wat hier achter zich bevindt. Die daar ook een programma omheen bouwt voor jongeren met iets met over het water en scouting. Aan de andere kant tot aan het Wennekerpand, waar jullie bijvoorbeeld ook als Look TV aan wij meedoen. Ook mee, maar ook het theater. We waren ook afgelopen dinsdag bij een bedrijf als college Boers & Co. Die ook allemaal fijnmechanische materialen en toepassingen heeft. Dus er is volop wat te beleven die 30 mei. Je kunt dan een kijkje nemen bij die bedrijven achter de schermen, waar je normaal niet mag komen als gewone Schiedammer. Kun je even proeven aan hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Maar dat is niet het enige doel van Waterweg werkt. Nee, afgezien van dat het natuurlijk gewoon leuk is om eens te zien wat bedrijven doen, wat een beetje ongewoon is, is het ook met name bedoeld voor de jeugd. Om ook zich te oriënteren op de toekomst, welke sectoren ze eventueel in kunnen werken. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat heel veel technische bedrijven ook meedoen. Daar zijn grote tekorten. En op zo'n manier probeer die bedrijven ook met een leuk programma jeugd enthousiast te krijgen om voor hen te kiezen in de toekomst. Of in ieder geval iets aanverwant. Als ze de jongeren iets leuks zien, dan kunnen ze ook te horen krijgen welke opleiding je moet volgen om dat werk te kunnen doen. Maar ook met name, die bedrijven die leiden ook heel veel mensen ook zelf op. Je ziet bijvoorbeeld dat heel veel van die bedrijven ook in de top van de innovatie zitten. En hele dure machines hebben. En ik hoop in ieder geval dat ze ook gewoon geïnspireerd worden. En zien dat techniek toch niet al heel saai is en met vuile handen. Maar dat het echt wel willen wortels zijn met hele leuke toepassingen. We lopen ondertussen het Volkspark in. Ja. Er is het een en ander aan opgeknapt. De afgelopen jaren is er keihard gewerkt. Het was toch wel een heel erg donker, dichtgeslipt park. Er werden afgezien van wat honden, liefhebbers en wat natuurliefhebbers, er kwamen eigenlijk heel weinig mensen kwamen nog hierheen. En als je zo om je heen kijkt, we hebben hier weer gesnoeid. We hebben gezorgd dat er de bomen er weer goed bij staan. Dat het water weer goed doorvloeit. Maar het belangrijkste nog dat er gewoon een aantal voorzieningen zijn aangelegd, zoals deze natuurspeeltuin. Een hele mooie natuurspeeltuin. Er komen meteen ook kinderen op af om naar hartelust te ravotten. Niet de enige. Er zijn meer natuurspeeltuinen aangelegd. Ja, er zijn nu zeker. Het mooie van dit is, hier is Roel Krul onder andere met 2 basisscholen. De Bernardus en de Sint-Josef. Jullie hebben er ook al eerder reportage over gemaakt. Ja. Echt aan ontwerpen geweest. En je ziet gewoon dat als kinderen iets zelf ontwerpen, dat ze dan uiteindelijk daar ook meer gebruik van maken. Ja. We hebben ook zo'n natuurspeeltuin ook nu in bij Ketelpoort, dus in Noord, bij het NME-centrum, Goudraad. Dat is ook zo'n natuurspeeltuin. En er zijn er nog wat meer in op. En ook daar is er samen met de kinderen gekeken, hoe kunnen we daar iets van maken wat voor jullie ook interessant is? Ja, nee, zeker. En er staat nog eentje die dit jaar nog op wordt opgeleverd. Dat is de speelpolder, ook daar in de buurt. Echt in de grens met Midden-Delfland. En dat is meer prehistorisch en dat is ook met kinderen onder andere ontwerp, maar ook door Roel Krul. Die verrichten fantastisch werk eigenlijk op deze locaties. Okay. Spelen is belangrijk. Ja, belangrijk. Ik vroeg het ook aan de kinderen hier, van hoe vaak zit je nou aan je iPad en ben je nu geneigd om sneller meer naar buiten te gaan? En daar zijn ze allemaal volmondig ja op. Het is goed voor hun eigen gezondheid natuurlijk en voor beweging. Maar ik vind het ook leuk dat, dit jaar leveren we heel wat parken op. We hebben het Julianenpark al net gehad, het Beatrixpark is er klaar voor. Nu zie je dat dit Volkspark ook klaar is. Dus de Schiedamse parken zijn ook klaar om ook niet alleen kinderen, maar ook hun ouders gewoon volop ruimte te bieden om samen lekker buiten door te brengen. Spelen, bewegen, gezondheid.
spelen, bewegen, gezondheid, maar ook zeker ook genieten. Ja. Ik bedoel, ik heb zelf ook 2 kinderen en ik kan liefst, ja, zoals hier ook een paar de ouders zitten, zit ik liefst met een kleedje eigenlijk buiten. Met wat toosjes en wat lekkernijen en mijn kinderen die dan lekker vrij als het ware aan het ravotten zijn. Dat is voor mij een heerlijk dagje. Ja. En in het Beatrixpark is er dan ook aan gedacht, aan de veiligheid gedacht? Ja, dat was natuurlijk een heel punt bij Beatrixpark vanwege natuurlijk het verleden. Maar eigenlijk geldt dat ook, daar hebben we nog extra camera's ook daarvoor opgepakt, want het is een heel groot park. Maar nog belangrijker is ook gewoon dat elk park eigenlijk gewoon, ja, als ouder wil je kinderen zien. Hè? Er moet goed gesnoeid worden, je moet een veilige plek hebben die een beetje overzichtelijk is. Ja. En daar zetten we extra op in. En wat zeg je dan tegen de mensen die zeggen van ja, nou worden er weer allemaal bomen gekapt? Zo blijft er niet veel van het park meer over. Nou, we zorgen ervoor dat er een goede balans is. Tot nu toe is het nog steeds dat een aantal bomen in Schiedam gewoon goed op peil blijft. En wat je ziet is ook dat de natuur ook gewoon goed zijn werk doet. Om bijvoorbeeld te geven, dat vond ik wel grappig. Ik heb een tijd geleden hier een rondleiding gehad. En toen vroeg iemand van ja, waren we nou al die bomen daar wel door onder zijn takken gesnoeid, maar aan het eind 3 niet. Nou, wat bleek nou uiteindelijk? Gewoon doordat de natuur zich ontwikkelt, komt er schaduw, vallen die onze takken af. En de rest moet er dan eigenlijk een handje helpen. En zo zie je gewoon dat ja, als je moet ook gewoon een beetje ruimte geven aan de natuur om zichzelf te ontwikkelen. Maar ook veiligheid inderdaad blijft. Met name dat lage struikgewas en bepaalde zichtlijnen, die moet je altijd wel hebben. En daar zorgen we altijd, proberen we een goede balans voor te vinden. Ja. En als het om die natuur gaat, om de ecologie, dan heeft de gemeente ook mensen in dienst die dat goed in de gaten houden. Ja, dat is sterker nog, inmiddels staat bijna elke boom hebben wij in een database staan. Om de 3 jaar worden daar ook gewoon schouwen voor gedaan. En dan ook echt opmerkingen zelfs van hoe het staat met de gezondheid van een boom en hoe die zich verder ontwikkelt. Dus daar blijven we goed zicht op hebben. We hebben met die RADO bijvoorbeeld voor het beheer en onderhoud. Die hebben, nou ja, een paar maanden geleden hebben ze ook een nieuwe veldgids ontwikkeld, zodat ze precies kunnen zien wanneer ze iets kunnen snoeien, hoe het zit met het broedseizoen van vogels, wanneer ze dat het beste kunnen doen. Dus op die manier proberen we ook juist ook die park ook op een ecologische wijze te onderhouden. En dus de mensen van IRADO die zijn nu goed voorgelicht over ook de ecologische kant van hun werk. Maar de kinderen komen op deze manier ook in contact met de natuur. Ja, deze plek als volkspark is toch wel meer van speels en genieten inderdaad. Mm-hmm. Bij Beatrixpark hebben we inderdaad daar nog meer, of bij het Ketelpoort natuurlijk hebben we daar ook wat educatieve voorzieningen omheen. Maar ik zie wel ook vaker dat inmiddels allerlei initiatieven ook wel opspelen. We hebben een groene spelen op Facebook en dan zie je ook dat er heel wat natuurliefhebbers ook bezig zijn om ook voorlichting te geven. Maar ook zelf ook nieuwe dingen ontdekken. Er was hier al in de buurt bijvoorbeeld al recent alweer een vos gesignaleerd. Dus die, hier in West? Ja, hier in West inderdaad. En nou ja, we zaten al te grappen inderdaad dat het niet zo gek is om nog te wachten, zelfs als ze hier dus in de Maas naar de overkant naar dat gedeelte groen gaan daar. Er zitten nog te wachten op de eerste zeehond. Want ja, kijk, dat beseffen heel veel mensen misschien niet, maar de Schiedam heeft echt wel een hele sterke groene ecologische assen. We hebben de groenblauwe structuur die ook vorige maand ook behandeld. Daar zitten we nog sterker met de manier waarop we dingen aanleggen in. Maar je kan eigenlijk vanuit Midden-Delfland tot hier zit eigenlijk één grote groene verbindingszone die eigenlijk heel de tijd doorloopt. Ook met de opgeknapte poldervaartroute. Ja. En je ziet dat de natuur daar ook eigenlijk van geniet. Want aan de ene kant, nou ja, Vlaardingen is zeer, maar als je met name ook richting Rotterdam, ja, toch dicht verstedelijk, daar krijgen we toch wat minder ruimte. En we mogen er best trots op zijn in Schiedam dat we daar veel van hebben. Dwars door de stad heen, dwars door de bebouwing heen, dwars door bedrijventerreinen heen, allemaal natuur, parken. Ja, en bedrijven willen ook die verbindingen. We hebben 5 sluizen bijvoorbeeld, hebben we hier de getijdenwerking gezet. En die bedrijven daar hebben hard aan meegewerkt, juist ook om dat te realiseren. Want die zien ook dat een stukje uitstraling is ook voor hun bedrijvenpark. En ook voor, nou, we zullen in de toekomst ook praten over de havenontwikkeling hier. Wat we proberen is toch ook groen en bij bedrijven te krijgen. Ook juist dat het ook goed is voor werknemers, ook leuk gezond in de buitenlucht te vertoeven. Dat geeft ook de kwaliteit van Schiedam een extra impuls. Ja. Bij 5 sluizen was het volgens mij zelfs de bedoeling dat daar zalmen zouden gaan paaien. Laat ik zo zeggen, we proberen alles, de omstandigheden zo te creëren dat de natuur lekker zijn gang kan gaan. En de natuur weten we allemaal, die kan ons nog wel eens aardig verrassen. Ja. We zullen zien of dat ook gaat gebeuren. We spraken laatst over de mogelijke komst van het Glazen Huis naar Schiedam.
Het besluit is nog even uitgesteld, dus daar moeten we nog even op wachten. Ja. Of het ook daadwerkelijk naar Schiedam komt. Toen we daarover spraken, hebben we het er ook over gehad dat er Schiedammers zijn van... Goh, moet je nou zoveel geld in het glazen huis steken terwijl er nog zoveel te doen is in Schiedam? Maar als ik je nou zo hoor over dat groen, dan wordt er wel degelijk veel geïnvesteerd in het opknappen van de stad. Ja, kijk, maar dat heb ik bij de Stadsmarkt ook gezegd. Het heeft geen zin om je stad te promoten en mensen aan te trekken. Als je ook niet ook laat zien, inderdaad, dat je ook bezig bent met dat je iets moois te bieden hebt. En dat je daar ook volop in investeert en ermee bezig blijft. En stedelijke bewoners die houden ook van groen en de openbare ruimte om daar ook gewoon te vertoeven. En ik kan alleen maar zeggen dat de Schiedamse parken zijn ook klaar om die bezoekers te ontvangen. En dat we zorgen ook, dat is ook meer een financieel punt, we zorgen nu ook echt voor dat anders in het verleden was het vaak, we trekken een bedrag uit, we knappen het op en dan loopt het weer achteraan. En dan kijken we weer in de toekomst wanneer we het opknappen. Nu hebben we echt ook wel een aantal jaren geleden gezorgd dat we echt structureel in de begroting geld gereserveerd hebben, zodat we dat continu als het ware kunnen blijven onderhouden zonder dat we daarvoor eerst weer potjes leeg moeten trekken of kijken waarop we bezuinigen. En daarmee proberen we als gemeente in ieder geval ons steentje bij te dragen aan een mooie groene leefomgeving die ook aantrekkelijk is voor zowel Schiedammers, de parken, maar ook voor mensen van buitenaf om hierheen te gaan. Ja, want daar draait het om die mensen. Het draait om de mensen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik kan van alles doen hier met straten en met groen en beleving en dergelijke, maar zonder mensen inderdaad heeft dat toch minder waarde. Ja. Dus als het gaat om dat glazen huis, om die parken, om die groenblauwe structuur, om alles wat in de openbare ruimte gebeurt, de mensen worden niet uit het oog verloren. Nee. Dat geldt ook voor het Rode Kruis is altijd het goede doel van het glazen huis, maar er zijn ook goede doelen in Schiedam die ondersteuning verdienen. We hebben nu ook echt met elkaar afgesproken, vorig jaar die Serious City gehad. Toen hebben we ook meehelpen inzamelen ook voor het Glazen Huis, voor Serious Request, en dat goede doel. Nu hebben we een beetje het idee om in ieder geval in december dat weer te halen en daar misschien de Schiedammers ook keuze geven om aan een verschillende vijf doelen in ieder geval te geven, waarin er ook een paar lokalen zitten, zoals bijvoorbeeld de voedselbank. We hebben wel een beetje gemerkt dat er zoveel enthousiasme en zoveel saamhorigheid in Schiedam is en zoveel mensen die iets willen doen. Dat we eigenlijk, decembermaand leent zich daarvoor uiteindelijk om dat wat we vaker te gaan halen. Ik heb toevallig afgelopen week ook met evenementenorganisatoren ook gepraat, waarin we ook zitten te kijken naar hoe kunnen we die agenda en die kalender door heel het jaar wat goed vullen en ook daarop samenwerken. En dat verstevigen en daar werd het in ieder geval positief ontvangen.